Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Vervoerd. En ik heb dus vandaag een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, bijna 12 uur. Ik ben al helemaal opgemaakt en gefliekt en al. Ik had vanochtend even een coaching in de ochtend. En daarna heb ik online les, maar ik vind het echt allemaal weer bullshit. Ik heb me helemaal opgemaakt, mijn haar geveund. Ik heb namelijk vandaag opnames van het Sinterklaasjournaal. En vandaag gaan we de intocht filmen. Dus we gaan echt met boten de plas op en zo. Super leuk. Maar dat is volgens mij over 2 uur. Dus ik ga nu een beetje mails beantwoorden. En ik begin echt blaasontstekend. Ik krijg echt vet kut. Dus ik ga even cranberry sap halen. En iets behalve nog cranberry pillen of zo. Dus dat ga ik even bij haar ophalen. Want ik haat het. En dat is een beetje mijn dag. Ja, oké, mailen duurde allemaal weer veel te lang. Echt, ik blijf mailen, want dan reageren die mensen weer. En dan, ja, nu heb ik helemaal stress, want ik heb nu nog maar 1/2 uur en ik weet niet of ik het ga redden. Dus ik ga nu heel snel heen en weer. Want ik hoop dat ik word opgehaald, want anders... Nou jongens, ik ga nu maar snel rijden, want ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Oké, ik heb de spullen gehaald en ik heb nu even gebeld. En ik word als het goed is opgehaald. Maar ik heb de pillen. Deze zijn speciale cranberry plus pillen voor je blaas. En ik heb een fles met cranberry. Een fles. Lekker plat weer. Een fles met cranberry. Ook sorry. Ja, sorry. Ik heb niet de voorrang gegeven. En ik heb een fles met cranberry sap. Het gaat allemaal weer goed. Lekker niet vloggen en auto rijden tegelijk. Want dan ga je dus mensen geen voorrang geven als we voor in orde hebben. Het is inmiddels 2 uur bijna. Ik word zo opgehaald. Ik ben nog even de Queen's Gambit. Oh, Campbell zei ik. Gambit. De Queen's Gambit aan het kijken. En ik heb net even die pillen genomen. Ik heb deze gewoon gekocht. Ik hoop dat het werkt. I freaking hate it. En ik heb heel veel mails beantwoord, so I'm proud of myself. Ja, ik heb je dan meld ik inderdaad dat jij weer een ding online hebt. Nou jongens. Als ik mijn dingen ook lees, wat ik wil zien. Sarah Vervoerd. Nou, ik ben nu op de nieuwkomers plassen, maar ik ben even Jorrit. Maar we gaan nu de burgemeester ophalen. En daar zometeen hebben we een stoomboot, Pieter, Sinterklaas. Dat ga ik zo filmen. Het is wel echt perfect weer, dus dat is top. Maar ja, nu moet je eerst een burgemeester halen. Joehoe! Ja! We zijn aan het filmen. Alles wordt ingeleid. Geniet van. In 3, 2, 1. Iets harder plaatsen. Oké, maar u heeft het gezien. Ook wij doen mee aan de mondkapjes. De Pieten doen het sowieso. Ik heb er zelf ook een, maar voor hier buiten dacht ik van het is niet nodig. En onze Pieten die hebben speciale mondkapjes. Echt speciaal in Spanje laten maken. We zijn nog steeds bezig met de opnames. Volgens mij. Dit is je bestelling, hè? Niet kwijtraken. Dit gaan we 2 keer doen. Dat ik filmen vanaf de rug. Heel veel werk te doen. Oké, nou leg dit even aan de kant. De boot is bijna leeg. Ik heb hier even een belangrijke opdracht voor, hè? Alright, het is inmiddels 9 uur. Ik had 9:15 afgesproken. Nou, niet afgesproken, gereserveerd bij de gym. Dus ik ga daar nu heen. Ja, met de auto, want het is echt vet koud buiten. En ik hoop dat ik even weer lekker kan sporten. Ik heb niet per se heel veel zin, maar ik denk als ik er ben dat ik wel weer zin heb. Ik zit nu in de auto onderweg weer naar huis. Ik heb heerlijk gesport bij Basic. Ik had mijn oortjes vergeten. Het is zo kut om zo'n oortje te sporten. Maar ja, het zei zo. Ik ga nu lekker naar huis rijden, douchen. En dan ga ik gewoon lekker mijn bed in, want het is alweer 11:30. Goedemorgen, man. Het is vandaag dinsdag. Ik had net online les, ik had een workshop en het was echt mega saai. Het was echt letterlijk 10 minuten uitleggen en toen was het, ga zelf maar even iets maken. Maar dat moet ik nog doen. Ik heb net even een paar mails beantwoord en ik ga nu, ik moet 3 filmpjes opnemen. Even 3 verschillende dingen, niet voor mijn YouTube. Dus ik moet even kijken waar ik dat ga doen en hoe ik dat ga doen. En dan verder ga ik vandaag de weekvlog editen en dan vanmiddag om 16:30 moet ik werken. So that's my day, best wel veel te doen. Ik ga zo meteen wat eten. Het is nu bijna 11:30 nu. En het gaat wel al wat beter met blaasontsteking, gelukkig. Helemaal kut. Het is inmiddels 1 uur.
Ik heb al wat video's gefilmd. Eén voor een video van Denise Kroes. Die gaat een challenge opnemen. Ik weet eigenlijk niet wat ik doe. En daar moest ik een video voor insturen. En verder voor het Nieuwkoop Sinterklaas Journaal, wat ik natuurlijk presenteer, staat er een update video online. Dus ben je nog niet geabonneerd op het Nieuwkoop Sinterklaas Journaal? Dat is dus van mij in de gemeente. Ik woon in de gemeente Nieuwkoop. Ja, daar ga ik Sinterklaas Journaal presenteren. Super, super leuk. Het is echt, ja, dit zeg ik maar. Gisteren heb ik nog opnames voor gehad. Maar ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet te abonneren. Het wordt echt, echt heel leuk. Ik ben echt, kan niet wachten tot alles gemonteerd is en zo om dat te zien. Maar ik moet er nu nog even een stukje voor opnemen. En dan ben ik klaar. Dan ga ik weekvlog editen en dan moet ik werken. Het is inmiddels 4:30. Het is gewoon echt een donker aan het worden. Isabel, ik kom ophalen, want die moet ook werken. Dus ik ga nu werken. Ik hoop niet dat het heel koud is, want ik heb alleen een trui en een jasje aan. Dus nou, anders heb ik er gewoon lekker verwarming aan in de auto. Ik krijg altijd de vraag, elke vlog weer, wat voor werk ik doe. Maar ik werk als bezorger bij de apotheek. En ik denk dat Isabel hier is. Daar is Isabel. Muskat, ik weet niet of ik het zie, maar ik ga. Ik ben inmiddels al een hele tijd terug van werk. Oh, ik heb echt gewoon heel veel slaap. Ik ben echt heel moe. Het is 11:30 morgen. Ik zie ook helemaal lelijk uit. Morgen heb ik om 9:30 bij Isabel afgesproken. Want ik ga een nieuwe collectie van mijn sieraden uitbrengen voor de feestdagen. Echt fucking leuk. Ik kan niet wachten om dat weer allemaal te doen en zo. Ogen doen echt pijn gewoon. Dus ik ga mijn make-up eraf halen. En slapen. En ik ben bijna klaar met de Queen's Gambit serie kijken. Ik moet nog een kwartiertje, dus dat kijk ik even snel af. Ik krijg echt helemaal rode ogen volgens mij. Morgen weer vroeg op. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik moet heel snel zijn, want ik moet nu naar Isabel toe. Want we gaan naar de groothandel voor mijn nieuwe sieradencollectie bij hun. Bij Labella. Super leuk. Maar ja, dan moet ik wel snel zijn, want ik ben eigenlijk al te laat. Ik moet er eigenlijk weer al zijn. Ik ben nu bij Isabel. En ik ben hier met Indy. En Isabel, die is hier achter ergens. Hallo. Hoi. Hey. En we gaan nu naar de groothandel. Weet je wel, zijn schoenen weer kwijt. Mam. Ja, we zijn nu bij de groothandel. Oh my god, dat mondkapje is. En ik ben leuk mijn collectie aan het uitzoeken. Ik heb echt zo leuke dingen, jongens. Ik kan echt niet wachten om het aan jullie allemaal te laten zien. Maar dat ga ik lekker nog niet doen. Nou jongens, we hebben echt niet normaal. Dit? Moet je kijken. Dit is een hele tas vol met sieraden. Het is echt niet. Kijk hoe groot. Niet heel normaal. Ik heb nog nooit zoveel geld gepint. Nee. Het was echt niet normaal veel geld. Ik zag het op dat pinding. Oh my god. Ja, maar het wordt zo gaaf. Ja. En natuurlijk Black Friday komt eraan. Kerst, ja. Sinterklaas. Dus er komen echt allemaal leuke dingen. En ja, ik kan niet wachten tot het uit is. Ik denk, als deze weekvlog online is, staat jullie collectie online. Ja, ja. En dan, als het goed is, over een paar dagen staat mijn collectie online. Dus ja. Super leuk. Het is inmiddels 1:15. Ja, ik ga zo meteen naar de Kamer van Koophandel. Want we gaan met ons bedrijf voor school daar inschrijven moeten doen. En ik heb me even omgekleed. Ik heb deze lekkere warme trui aan. En dan moet ik zo meteen gaan. En daarna ga ik daarna door naar de apotheek. Want ik moet antibiotica voor mijn blaasontsteking. Dus ik ga meteen ophalen. En dan ga ik daarna door naar mijn vriend. Want daar blijf ik eten. En ga ik lekker gezellig slapen vanavond. Dus ik moet nu al mijn spullen klaarleggen. Want ik moet daarna meteen door. Nou jongens, ik ben nu bij de bushalte. Ik ben gewoon 7 minuten te vroeg. Dat is me nog nooit gebeurd. Goed, want ik wil echt niet te laat komen bij de KVK, dat kan ik echt niet maken. Maar ja, nu moet ik maar even wachten. Nou, we zijn nu bij de KVK. Met een mondkapje. Ik lach, maar je ziet het nee. Niet. En ja, we zijn met een groep van 5, dus er mochten maar 2 mensen heen. Dus wij zitten hier eigenlijk nu een beetje aan de tafel, niks te doen. Goed. Oh, dat je deze hebt. Oh, dan praat ik deze vlog. Hi guys. Het is niet. Het was 4:30 thuis en ik had echt mega veel honger en ik zag weer lekker sushi staan.
op Schiphol. Dus ik heb weer een doosje gehaald. Ik wilde eigenlijk die met zalm, maar die was op. Dus nu heb ik er eentje met de kip. Dus dat ga ik even lekker opeten. Hoi allemaal, het is inmiddels donderdag. Ik was mijn camera vergeten. Dus ik heb een hele dag niet kunnen vloggen. Ik heb ook niet veel gedaan. Ik heb vandaag eigenlijk niks gedaan. Ik werd echt heel erg ongesteld. TMI. Maar ja, ik had gewoon nergens zin in. En ik ga nu een video opnemen. Een make-up routine. En daarna ga ik opnames hebben. Daarna heb ik opnames van het Sinterklaasjournaal. En daarna ga ik naar Isa. Isa Luna in Amsterdam. En dan gaan we een mukbang opnemen voor haar kanaal. Super gezellig. Dus nou, ik heb wel dan een beetje mails beantwoord en zo. En ik was dan vandaag met mijn vrienden, maar eigenlijk niet echt heel veel gedaan. Maar ik ga nu even omkleden en dan ga ik mijn make-up mooi doen. En dan is mijn make-up meteen goed voor mukbang. Dus dat is helemaal top. Dat was het eigenlijk. En ik ben dit ding van mijn statief kwijt, dus dat is echt kut. Oké, ik ben klaar met de Get Ready With Me. De video staat al online. Het is een daily make-up routine. En ik ben lekker met jullie aan bijkletsen over onder mijn relatie en hoe dat allemaal zit en waar jullie mijn vriend gaan zien. Dus ben je benieuwd naar de video, check it out. Ik heb nu dit shirt aan en dit shirt is echt super leuk from the back. Het heeft namelijk een tekst op de achtergrond. Heel erg leuk. Nou, ik ben helemaal ready to go voor de video. Ik ga zo meteen ook meteen weg. Ja. Okay, het is nu kort voor 7. Ik heb zo net al die opnames gedaan. Het was echt super veel stress. Maar het is in één keer goed gegaan, dus dat is super. Ik ga nu door naar Amsterdam. En dan ga ik naar Isa Luna. Super gezellig. En ik heb super veel honger, want ik kom daar echt pas om 7:45 aan. Nou, ik ben nu aangekomen in het noord bij de pont. Ik zal hem in de pont nemen. Ik heb het echt gevonden. Vorige keer was het helemaal gekloot. En ik hoop dat ik nu op tijd ben. Want vorige keer was ik echt een uur te laat of zo. Nou jongens, het is bijna 8 uur. Ik ben er nu wel goed aangekomen zonder enige problemen. Vorige keer was het gezeik. Maar nu snap ik het. Maar ik ben gewoon niet gemaakt voor het OV en een pond. En toen was ik weer mijn mondkapje vergeten en weet ik het allemaal. Maar ik ben nu echt weer 1 minuutje ver gelopen. We gaan lekker KFC eten. Can't fucking wait. Zo lekker. Niet normaal. Echt zin in. Het is al bijna 8 uur en ik heb echt 1 broodje op of zo. Nou, als je op jezelf woont. Nou, ik ben bij Isa. We hebben net lekker de mukbang opgenomen. Heerlijk gegeten. Mijn buikje zit vol. Heb je ook lekker gegeten? Ja, echt heel lekker. Het zit echt vol, man. Ja, ik ook. Die ding ligt nog op de grond daar. Oh, die bankplaat. Nou, dit ding staat de hele tijd niet scherp. Ja, maar wij ook. Heb je dat ook? Oh, heel de tijd is die wazig. En dan denk ik, what the fuck? Over het dingetje. Ja. Nou, het is inmiddels alweer 10:30. Het was echt super, super gezellig. Heerlijk gegeten. Lekker KFC. Ik ben nu weer bij mijn auto, dus ik ga nu lekker naar huis rijden. En dan, ik weet niet wat ik thuis ga doen. Lekker chillen, mijn bed in, sowieso. Ik heb trouwens echt vet random hier mijn auto neergezet. Maar ik wist echt niet waar ik mijn auto hier kwijt kon. Ik heb hem maar echt ergens neergepleurd in het midden van nowhere. Normaal, het is vandaag vrijdag. Het is lekker vroeg, want ik ga naar Isabel. En we gaan foto's maken voor de nieuwe collectie van mij. Dus ik ben een paar leuke spulletjes aan het pakken waar we foto's mee kunnen maken. En dan ga ik naar Isabel toe. Jongens, ik lijk echt wel een holbewoner. Maar ik ben Isabel. En we hebben de collectie hier liggen. Het wordt zo gaaf. Het wordt echt heel leuk. Het wordt echt amazing. En ik ga nu foto's maken met Is. Ja. Helemaal leuk. Oh mijn god, ik lijk wel een overleden holbewoner. Dit is echt heel erg, maar dit is nog erger. We zijn bij de McDonald's. Oh. Ik heb een crispy chicken menu en een McCroquette. We hebben allemaal een dikke menu en oh, echt erg. Maar dit is inmiddels bijna 4 uur. Ik heb net even gedoucht. En ik heb zoveel buik bij van de McDonald's. Ik ben echt zo veel spijt dat ik daarheen ben gegaan. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb ook echt een heel crispy chicken menu op en een McCroquette. En daarna heb ik nog de ijskoffie van Savannah opgedronken. Kan ook nooit normaal. Maar ik ga even snel de beelden importeren van de video die ik gisteren heb opgenomen.
zoveel mogelijk proberen te editen, dan naar mijn werk. Eerst nog een pakketje van Vinted op de post doen. Ja, dat is eigenlijk mijn planning. En ik zie er niet uit. Iemand zei dat diegene mij echt leuk vond met een staart, maar ik vind het dus echt niet leuk bij mezelf. Normaal, het is vandaag alweer zaterdag. Ik heb vandaag wel al gefilmd. Ik heb nou een video opgenomen met Denise van YouTube kanaal Denise Kroes. Super gezellig. We hebben voor mij een mukbang opgenomen. En voor haar kanaal hebben we Juicy Roddles. We hebben Roddles bevestigd of ontkracht. Heel erg leuk vind ik altijd anders te doen. Want daardoor leer je mensen toch weer een stukje beter kennen. Die video's komen aanstaande zaterdag online. So stay tuned. Ik heb het mega koud. Dus ik ga lekker mijn bed in. En lekker YouTube video's kijken. En ik ga lekker heerlijk niks doen vanavond. Niks doen dit weekend. Ik ga vanavond aan school zitten. Wat een goede leerling. Ik ga misschien morgen iets bakken of zo. Even kijken waar ik zin in heb. Ik weet ook niet wanneer ik voor het laatst heb gefilmd. Volgens mij gisteren. Ik ben moe. Maar ik ga lekker YouTube video's kijken. Want daar heb ik echt super veel zin in. Het was 4:15. Ik moet even mijn kamer opruimen. Mijn bed echt verschonen. Beneden alles opruimen. Jezus, wat zie ik eruit. Ik ben ook helemaal buiten aan van één keer de trap oplopen. Dacht echt nergens over. Maar ik ga alles even opruimen. En beneden is ook één troep. Dus ik ga even al mijn shit opruimen. En zometeen eten maken. Ik heb helemaal geen honger nog, want ik heb natuurlijk veel te veel sushi gegeten. Maar ja, ik ga met mijn ouders eten, wel even een keer gezellig. En we hadden dus gefilmd het atelier van mijn moeder. Maar ik ga lekker mijn oortjes in doen. En dan is lekker alles schoonmaken, opruimen. Dit moet even opgeruimd worden, want het is één troep nog. Oh my god, ik heb de hele avond op school gezeten. Echt dood. En ik ben net begonnen met de documentaire The Social Dilemma. Ik had er meerdere mensen over gehoord dat die echt het kijken waard is. Dus die ga ik kijken zo lekker in bed. En ik moet even mijn bed nog opmaken. En dit zit echt heel lelijk. En ik heb echt heel erg last van mijn kleine teen. Ik weet echt niet wat het kan. What a meme. Ik heb denk ik nog nooit zo een rustige avond, zaterdagavond in tijden gehad. Gewoon. En ik vind het eigenlijk niet zo heel erg. Ik vind het eigenlijk best wel lekker. Ja, gewoon even niks doen. Ik heb het zo druk door de week dat het eigenlijk gewoon lekker is. Morgen lekker fris en fruitig. Mijn bed uit. Heerlijk. Morgen is zondag. Ik kom echt letterlijk naar mijn bed uit. Ja, ik zie er echt niet uit. Echt verschrikkelijk. Maar ik heb nu een meeting met mijn projectgroep. In ieder geval met mijn bedrijf gewoon van school. Dus dat ga ik even volgen. Heerlijk fris en fruitig wakker geworden. En ik wil vandaag denk ik een taart gaan bakken of zo. En verder nog niet echt heel veel plannen. En ik ga me denk ik wel even klaarmaken en zo. Maar ik ga nu eerst een meeting doen online. Het is inmiddels 1 uur. Ik kom uit de douche. Ik had nog wat sushi over van gisteren. Dus ben ik niet aan het opeten. Love it. Yummy. Oeh. En ik ben de docu de Social Dilemma aan het verder kijken. En ik ga zo meteen nog even aan school zitten. Het is inmiddels 2:30. Ik ga met mijn vader naar de supermarkt. Want we gaan een walnoottaart maken. We hebben hier allemaal walnoten bij ons vanuit eigen boom. Dus we gaan even spullen halen voor in de supermarkt en voor de taart. En dan gaan we de taart maken. Nou, we zitten nu in de auto. Het is echt zo vies weer. Gadverdamme, ik word hier echt depressief van. Oh, ik ben weer ingezoomd. Nou jongens, echt, dit overkomt weer echt alleen mij.
We hadden de slagroom nodig, maar ik gooi dat weer in die achterbak, dus dat hele ding explodeert. Dus het loopt er nu helemaal uit. Nou, echt top bezig weer. De taart is helemaal klaar. Hij is echt super goed gelukt. Moment of truth. Hij is nog niet helemaal goed uitgehard, maar... Heel lekker. Het is inmiddels bijna 7:15 en ik ga even eten. Ik heb deze maaltijdsalade. Kip ketchup met noedels, gebakken uitjes en ketchup dressing. En ik vind dat altijd zo lekker, zo'n maaltijdsalade met noedels. Alright, het is inmiddels alweer zondag. Het is maandag. Ik heb nu online les. In ieder geval, ik heb geen les, maar we hebben zo meteen een training. Ik heb natuurlijk een eigen bedrijf waar ik social media trainingen geef. En daar hebben we zo meteen de eerste proeftraining voor. Maar in ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet het blauw duimpje omhoog te geven, op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!